Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dela. Dela, voor elkaar. Dag dames en heren, dit lijkt een grote kale vlakte in the middle of nowhere. Maar dit is Almere en Almere heeft het topsportcentrum, dat staat daar ginds. En in dat topsportcentrum werken de Nederlandse volleybalsters iedere dag aan hun voorbereiding op het Europees kampioenschap van eind september. En in de aanloop naar dat EK volgen wij de Oranje Dames op de voet. In deze aflevering zijn we op bezoek bij Kim Stalens en haar dochter Lynn. Wie springt er net zo hoog als Manon Vlier? En aan de vooravond van het EK blikken we terug op het gouden succes van 1995. Het Europees kampioenschap is deze zomer het belangrijkste toernooi voor de ploeg van bondscoach Avital Celinga. Ze hopen daar de prestatie van het EK 2009 zilver te evenaren. Dan zijn ze ook weer een stap dichter bij de Olympische Spelen van Londen volgend jaar. Na de oefenwedstrijden van vorige week in en tegen Italië trainen de ploeg deze week de hele week hier in de hal in Almere. Vijftien jaar geleden zette Avital Celinga als speler een punt achter zijn carrière. Maar als het even kan, geeft de bondscoach zelf op de training nog het goede voorbeeld. Goed nieuws deze week, want voor het eerst deze zomer traint ook Debbie Stam weer mee met de groep. Stam speelde het afgelopen seizoen samen met Caroline Winsink bij Mužina in Polen. En de twee internationals pakten met hun club de dubbel in Polen. En de afgelopen week herstelde Stam van de rugblessure, maar nu kan ze weer volop meetrainen. De hele week nog trainen de Oranje Dames in Almere. Volgend weekend vertrekt de ploeg naar Canada. Daar speelt Oranje dan in één week tijd vier oefenduels. En zo werkt de ploeg van Celinga steeds verder toe naar de juiste EK-vorm. In 2009 stonden de Nederlandse volleybalsters in de finale van het EK. Spelverdeelster Kim Stalens was er toen ook bij. Vorige zomer moest ze een aantal toernooien aan zich voorbij laten gaan omdat ze zwanger was. En in september beviel ze van een prachtige dochter. Met dochter Lynn aan haar zijde maakte ze een paar weken later op het WK in Japan alweer haar rentrée. Ze is nu de enige moeder in de selectie. Is je leven nu veranderd? Ja, natuurlijk. Ja. Het is een stuk drukker, maar een leuk druk, zeg maar. Ja, echt leuk. Het is heel makkelijk meisje, dus dat is ook wel fijn. Hé, hey, wie zijn dat nou? Allemaal mensen. Maar vind je het al moeilijk om haar achter te laten voor een training? Nou, voor een training niet meer. In het begin wel. Voor een training ben ik ook alweer snel thuis. Ik rij wel vaak iets sneller op de snelweg. Maar met toernooien, dat vind ik het wel lastiger. Maar je bent zo druk dat je dat ook wel een beetje aan de kant kunt zetten. Maar we skypen elke dag wel dan. Met een training, ja, ik ben liever bij haar natuurlijk. Maar hè, er moet ook getraind worden, hè? Ja. Op het WK was ze natuurlijk bij. Ja. Hoe ging dat eigenlijk? Ja, dat ging eigenlijk heel erg goed. Ik was eerst bang met de jetlag, hoe dat zou gaan. Maar ja, als ze zo klein zijn, slapen ze nog zoveel. Nee, die deed het echt perfect hoor. Er zaten 14 moeders daar, denk ik, of niet? Ja, dat sowieso. Ja, dat moest wel een beetje gescheiden blijven. Dus we hebben dat echt wel beperkt tot af en toe een keer iemand op de vrije dagen die dan kwam kijken. Maar volgens mij heeft iedere speelster haar één keer gezien. Dus het is echt wel heel erg gescheiden van de groep gehouden. Ga maar zwaaien, zeg maar toch. Ik heb gelukkig een hele fijne familie. Mijn opa en oma en mijn ouders en Mark's ouders die daar
die daar enorm in helpen om op te passen. Want anders is het niet mogelijk bijna natuurlijk. Goed zo. Want het zit wel in de genen, hè? Dus ja. Mijn man heeft ook nog op de vliegbasis gevolleybald, maar verder niet zoveel. Maar Ina en Jem, die hebben gevolleybald, Shane en Kim. En wij gaan altijd overal kijken waar ze moeten spelen. Het is niet zo dat ik haar van jongs af aan ga laten weten wat volleybal is. Dat moet ze zelf maar uiteindelijk zelf maar bepalen. Ja. Straks praten we verder met Kim Stalens. De serve is een steeds belangrijker onderdeel geworden in het volleybal. Met een goede serve kun je de tegenstander namelijk flink onder druk zetten. Maar hoe doe je dat? Manon Vlier en Maret Grothuus geven uitleg. Ja, het start natuurlijk met de serve en op het moment dat je tegenstander onder druk kan zetten, dan kun je daar meteen aanpassingen op maken wat betreft de blokkering en de verdediging. Dus dat is een goed begin, zeker. Ik denk dat het tegenwoordig echt heel belangrijk is met het rally point systeem. En dat is toch wel echt een essentieel ding in het volleybal. Je krijgt natuurlijk de bal van het ballenmeisje of de ballenjongen. En dan kijk ik eigenlijk eventjes hoe de tegenstander staat. Op het moment dat ik dus echt gewoon voluit ga, dan kan ik ook gewoon een beetje in het midden van het veld mikken en gewoon hard. En dan maar hopen dat de tegenstander heel veel moeite mee heeft. Ja, er tussenin. Je moet ze juist laten lopen. Ja, als je het observeert, dan hebben ze nog, als het een moeilijke serve is, dan kunnen ze hem nog pasen. En als je tussenin gaat, dat is moeilijker. Kijk, topspin is dat je hem zeg maar losmaakt. En dan krijgt de bal zo spin. En float is dat de bal zeg maar stil hangt in de lucht. Dat hij geen spin krijgt. En dan hou je hem zeg maar, gooi hem op en dan trek je hem op het laatste moment terug. Als ik kies voor mijn sprong float, dan is het een korte beweging met inderdaad een platte hand. En zo kort mogelijk zodat hij ook valt en gaat floten. Als het met een sprongserve is, dan zal ik net als met een aanval gewoon mijn arm door de bal heen halen, zodat hij topspin krijgt. En gooi ik daar zo hard mogelijk mijn arm achteraan, zodat ik met mijn lichaam erbij, zodat ik zoveel mogelijk power daarachter kan zetten. Het heeft wel met vertrouwen te maken natuurlijk, want als je de eerste serve fout serveert, dan begin je al niet echt heel lekker. Maar als je een toernooi hebt en de serve loopt lekker, dan in wedstrijd en dan bouw je dat wel verder uit natuurlijk en dan heb je daar wel vertrouwen in. Er zijn mensen die op een training echt ontzettende serve eruit kunnen gooien en daar heel sterk in zijn. Maar op het moment dat ze op het veld staan, dan moet het gebeuren en het gaat voor de punten, dan zijn er mensen die ook blokkeren. En ik heb ook wel eens momenten gehad dat het gewoon minder liep, dat je op een training echt super goed staat te knallen, laat ik maar zo zeggen. En dat er in de wedstrijd dat je misschien niet fout serveert, maar niet die druk neer kan leggen die je eigenlijk wel in huis hebt, maar op dat moment niet. Niet alleen bij de surf, maar ook bij andere onderdelen van het volleybal, zoals het blok bijvoorbeeld, komt het voor een groot deel aan op sprongkracht. De blokhoogte van Manon Vlier bijvoorbeeld ligt boven de 3 meter. 3 meter! Maar hoe hoog is dat nou precies? Behoorlijk hoog ondervonden voorbijgangers bij het Olympisch Stadion. En als extra stimulans hingen we een paar vrijkaarten voor de Dela Trophy op. Ik doe wel atletiek hier in het Olympisch Stadion bij Panos. Ik fiets en ik loop hard en zwem een beetje. Ja, ik heb vroeger al hoog gesprongen als junior, toen ik 14 was. Kun je mij eens kort uitleggen wat de techniek is als je hoog wil springen? Wat zijn de tips? Je moet wel een springveertje hebben in je benen eigenlijk. Nou, ik ben lang. Yes. Kijk.
terug naar Kim Stalens nu. De spelverdeelster beviel vorig jaar september van Dochterlin, maakte op het WK in oktober haar rentree en hoopt deze zomer op succes op het Europees kampioenschap. Geeft het je ook weer energie, Kim, na een dag trainen? Ja, oh, absoluut. Ja hoor. Op welk moment dan ook. Als je die dochter ziet, dan, oh, dan ben je weer helemaal fit. Hoe moe je ook bent. Ja hoor. Hé, Lin? Want hoe gaat het met jezelf? Met je knie vooral? Ja, wel goed. Ik moet af en toe wat meer balrust nemen, om het zo even te zeggen. En wat meer spanning zetten en kracht trainen. En zo langzaamaan weer helemaal top fit te worden. Ja. Ja, want je bent er ooit aan geopereerd? Ja, wel een paar keer hoor. Al 5 keer. Ja, dat is een zwak punt altijd, al 8 jaar. Dus dat is iets waar ik mee heb leren omgaan. En soms heb ik daar iets meer last van dan de andere keer. En dat moet ik gewoon heel slim in zijn. Want ik kan gewoon niet altijd alles meer zomaar op dezelfde manier doen zoals iedereen het kan doen. Dus, en dan moet ik hier en daar een keer wat activiteiten schrappen. Vorig jaar miste je door de zwangerschap en de geboorte van Lin natuurlijk een aantal toernooien. Ja, dat klopt. Waardoor Laura Dijkema ineens het moest gaan doen. Ja. Nu is Femke Stoltenborg voorbij gekomen. Ja, ja. Ja, goed. Die jeugd staat te trappen. Ja, maar dat is alleen maar heel positief. Daar ben ik heel blij om, dat ze twee zulke talenten erbij hebben. Dat is veelbelovend. Dat is echt geweldig om te zien. Soms beseffen ze zelf nog niet zo dat ze zo talentvol zijn. Dat is soms best grappig. Ja, dat vindt Lin ook. Ze is het er wel mee eens. Ze is het er mee eens, hè. In 2009 won Oranje zilver op het EK. 1 keer werden de Nederlandse dames Europees kampioen. Dat was in 1995. Van de huidige selectie was alleen Ingrid Visser er toen bij. Maar ze kan het zich nog goed herinneren. Vreugde, samenspel, de vorm hebben op het juiste moment, de timing. En alles kwam samen en wedstrijd voor wedstrijd hebben we gespeeld. Ja, ik stond langs de kant trouwens, maar ik heb het gezien vanaf de kant. En alles lukte en Riet en Alice waren de sterren en die maakten het en we werden kampioen. Ja. Je kwam van het jeugd-WK, ja. Werd er bij de A-selectie bijgezet. Heb je nog verbaasd om je eens te kijken van wat gebeurt hier allemaal? Ja, het ging heel erg snel allemaal. Samen met Alice ook en met Riet. Echt van het een naar het ander niveau. Dus het was geweldig, overweldiging eigenlijk. Je denkt er eigenlijk niet bij na. En je slaat een bal erin, je blokt een bal. En je weet niet eens wat je doet. En hoe geweldig dat is en hoeveel effect dat heeft. Ook 16 jaar na data wat je bereikt hebt. Straks nog veel meer over het EK van 1995. Dan blikken we met toenmalig bondscoach Bert Goedkoop en ex-international Alice Levering terug op dat succesvolle toernooi. Ik heb daarna nog vele mooie dingen mee mogen maken, maar het EK 95 was voor mij het hoogtepunt in mijn hele coachingcarrière. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dela. Voor elkaar. Welkom terug. De Nederlandse volleybalsters bereiden zich hier in het topsportcentrum in Almere voor op het Europees kampioenschap van eind september. En natuurlijk hopen ze daar op succes. Het liefst hetzelfde succes als in 1995, want toen schreven de Nederlandse volleybalsters geschiedenis. Onder leiding van de toenmalig bondscoach Bert Goedkoop en het aanstormende talent Alice Levering werd de ploeg in een volgepakte Rijnhal in Arnhem Europees kampioen. Dat is vooral het gevoel van dat je een wedstrijd coacht en de speelsters een wedstrijd beleven met zoveel zelfvertrouwen, met zoveel spelplezier. En die momenten maak je niet vaak mee. We hebben die zomer echt hard getraind hoor.
Ik zie me nog zo om die ballenkarren heen hollen en dat ik dacht van oh, hoe ver moeten we nog? Het oh. was gewoon, soms gewoon echt afzien. Maar wel op zo'n manier dat je er wel een goed gevoel aan overhield. Dat je wel, je voelde dat je beter werd. Je voelde ook als je, dat je als teamzijde naar elkaar groeide. En ja, daar werk je met z'n allen naartoe. En dan merk je in zo'n toernooi ook. Dan ben je echt, ja, je zit op elkaar, met elkaar. En het klikt er gewoon allemaal. Dat pure onbevangenheid van jeugdige spelers, dat hebben we ook intact kunnen laten door ze heel weinig opdrachten te geven en ze vooral zelfs time-outs wel een beetje apart te houden. En de oudere spelers die speelden dan wel meer een tactisch concept en zij speelden gewoon een eigen spelletje. En dat, die klik, die samenwerking, die viel ineens op zijn plaats. En dat was wonderbaarlijk ook hoor, want daar moet je een beetje geluk mee hebben als coach. Ik was toen vrij jong, dus ja, ik bedoel, ga jij daar maar staan? Ja, is prima, ik red me wel. Maar als je kijkt, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Jerien Fleurke was daar nog. En die, ja, toen hadden we nog geen libero. En die zetten we met Sinta, ja. Verdedigend tegenover een van de beste aanvallers. Maar het klopte gewoon. Iedereen was goed in vorm en dat voel je als team zijn, voel je dat. En als je dan kijkt, zoals Henriette Weers, ik was toen geblesseerd. Ik zou eigenlijk niet eens in de basis beginnen. Dan, ja, dat, hoe dat dan opgevangen werd in het team, dat zegt eigenlijk al meer dan genoeg dat je dan op dat moment zo'n topprestatie kunt neerzetten. Ja, fantastisch publiek. Ik bedoel, dat zijn de momenten die je als coach wel herinnert van in Nederland spelen met een publiek dat 100% achter je staat en zo meeleeft. Dat was een ongelooflijke ondersteuning. Het is natuurlijk fantastisch dat je een keer kan coachen met het gevoel van, ja, coach zit je gewoon met plezier op de bank. Je bent een onderdeel van het publiek en die speelsters, je hebt daar ook niks te coachen, je hebt niks te melden, je hebt je time-outs, maar dat is onzin. Je bent op dat moment gewoon publiek. Heerlijk om gewoon mee te genieten. Ook al ben je niet favoriet, ik bedoel, dat heb ik ook bewezen. Het kan, als het in het team maar goed zit en als je voor elkaar wil werken. En dat gevoel goed is, dan denk ik dat zeker, zeker kan. Maar dan moet je het wel samen doen. Mooie beelden uit het verleden. Terug nu weer naar spelverdeelster Kim Stalen. Ze trainde de afgelopen wintermaanden hier in Almere met Avital Selinger. Deze maanden is alles gericht op het Europees kampioenschap. En volgend seizoen speelt ze in de Duitse competitie bij Hamburg. En daarnaast is er natuurlijk nog de zorg voor dochter Lin. Twee jaar geleden stonden jullie in de finale op het EK, Kim. Is dat nu het minimale wat je zou moeten bereiken? Kijk, we hebben een ploeg waar het absoluut mogelijk is. Absoluut. Alleen, kijk, Europa is heel sterk bezet. Dus het is iets wat, ja, wat voor ons inderdaad, je wil het altijd beter doen. Het is geen goud geweest, dus het enige wat nog mooi is om te halen is goud. Met zilver ben je al niet meer blij, want dat heb je al een keer gedaan. Tenminste, zo zie ik dat. Dus dat zou heel mooi zijn. We hebben er wel de ploeg voor, natuurlijk. Daarna ga je in Duitsland spelen. Ja. In Hamburg. Ja. Daar is je vader trainer. Ja. Is dat daarom dat je daar naartoe gaat? Of? Nou, nee. Ik zocht gewoon met Mark samen iets wat wij konden combineren met Lin. Omdat ik niet gelijk zo heel ver weg wilde. Kijk, Hamburg is ook niet naast de deur, maar ik stap sneller in de auto dan dat ik een vliegticket boek. En mijn vader was de trainer, dus die connectie was wel makkelijk gelegd daardoor. En hij zei, als grapje tussen neus en lippen door, ja, dan komen we toch wel. Nou, en eigenlijk is het zo ver gekomen. Zeg maar. Uit de hand gelopen grap. Nou ja, uiteindelijk was het serieus natuurlijk van beide kanten, dat het wel, het is toch wel heel leuk om onder je vader te spelen. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus... Nee, dat is nog niet van gekomen. Ja. Ja. Misschien weet hij nog niet dat ik zo eigenwijs ben. Komt nu achter. Gaat ze mee naar het EK? Ja, met papa gaat ze naar het EK. Helen? Ze heeft mij nog nooit zien spelen. Ze zien volleybal aan, want al die tijden ben ik zwanger geweest. En was ze eigenlijk nog wel te klein om überhaupt ons te zien spelen of trainen of zo. Om ook echt te beseffen dat daar... Ze heeft hem nooit gezien, dus ik ben benieuwd. Ze zijn volgend jaar natuurlijk nog de Olympische Spelen. Ja. Daar heeft iedereen het al over. Ja. Denk jij daar ook al aan of nog niet?
Nou, ik probeer dat bewust niet te doen. Kijk, natuurlijk zit het altijd in je hoofd en zoiets. Maar we hebben ons toen zo ontzettend gefocust op Peking. En dat is toen, ja, dat is zo'n teleurstelling geweest. We hebben echt 3 jaar alles voorop gegeven. Dat ik nu bewust probeer echt van toernooi tot toernooi me te focussen. Want anders dan wordt die spanning zo hoog dat je uiteindelijk misschien weer hetzelfde krijgt als 4 jaar geleden. Dat we zo zenuwachtig waren dat niks meer lukt. En dus ik probeer gewoon, het maakt mezelf ook rustig, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Ik word daar rustig van en ik sta daardoor kalmer in het veld. Waardoor het, neem aan, ik hoop dat ik dat uitstraal ook, zeg maar, naar de medespeelsters toe. Waardoor wij misschien het anders kunnen aanpakken dan 4 jaar geleden. Door niet meer alleen op dat punt te focussen, maar eerst op de EK. Ja. Oh, verstikkende rijboog. Op het Europees kampioenschap moeten de oranje volleybalsters straks in de groepsfase opnemen tegen Spanje, Bulgarije en Rusland. En om ze een beetje op scherp te zetten, laten we iedere week 1 international de tegenstanders afserveren. Tot zover aflevering 2 van The Road to Londen. Volgende week dan volgen we de Nederlandse volleybalsters opnieuw op weg naar het Europees kampioenschap en uiteindelijk de Olympische Spelen. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En dan gaan we met de talentvolle spelverdeelster Femke Stoltenborg terug naar haar geboortegrond in Harreveld. Als ze even tijd over heeft, helpt ze mee met de werkzaamheden op de boerderij van haar ouders. Tot volgende week. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dela. Dela, voor elkaar.